lesjes. Dit is de uitleg van blok 6, les 3. Doel van deze les is uitrekenen hoeveel iets ongeveer kost. En voor dat ongeveer heb je afronden nodig. Er staat op YouTube een filmpje over afronden op tientallen en honderdtallen. Slim om dat even terug te kijken. Ik laat het hier nog even kort zien. Als je wil afronden op tientallen en je wil bijvoorbeeld 164 afronden, dan doe je dat met het heuveltje, weet je nog? Je bedenkt 164, dat ligt tussen 160 en 170. In het midden zit 165. 164 ligt ongeveer hier. Je rondt het dus af deze kant op naar 160. Wil je afronden op honderdtallen, dan doe je weer precies hetzelfde. Alleen bedenk je tussen welke honderdtallen het ligt. 164 ligt tussen 100 en 200. Op de helft zit 150. 164 ligt ongeveer hier. Dus 164 rond je af op 200. Naar boven. Dat is waar het om gaat. Wat er in deze les belangrijk is, het gaat over hoeveel het kost. Let op, je krijgt een keersom. Hier staat bijvoorbeeld 31 keer 43. Je mag niet kiezen welk getal je afrondt. Onthoud bij deze les, anders heb je straks alles fout. Bij deze les moet je het geldbedrag afronden. Dus hier staat 43. Dat moet je afronden. En dan wordt je som, deze laat je dus gewoon zoals die is, 31 keer 40 euro. Dat gaat steeds zo. Bij alle sommen die ze doen in je boek, steeds het bedrag met de euro, dat moet je afronden. Niet het andere bedrag, ook al lijkt dat soms of is dat soms handiger. Dit is som 1 van som 2. Doe je weer zoals je gewend bent. Of 1 sterren, 2 sterren of 3 sterren. Let op, nog één keer. Hier staat 11 keer 22. Deze ga je, doe je niks mee, maar waar die euro voor staat, die rond je af. En 22, dat ligt het dichtst bij 20. Dus dan is de som 11 keer 20. En dan moet je kiezen, hoeveel is dat? Dat reken je uit in je uitrekenschrift. En dan kies je welk bedrag dat ongeveer is. Merk op dat er geen gewone is staat, maar een golfje. Een golfje betekent ongeveer. 1 sterren, 2 sterren, 3 sterren. Volgende. Iets ook weer afronden op tientallen en honderdtallen. Hetzelfde doel. Ze willen gewoon dat je deze getallen op tientallen afrondt. Dus tussen welke tientallen ligt 914. De groene is weer op honderdtallen. En weer handig om het filmpje nog even terug te kijken. Veel succes ermee!